komen. Dat zou zonde zijn als hij erover struikelt. Dus die doen we wat dubbel slaan. Die buigen we naar beneden. En, de, ja, en dan moet je even recht blijven zitten en dan de schouders. De hoofd tussen de schouders trekken. Oh, ja. Oh, kijk, dan ga ik hier staan. Maar dat kan niet gooien, hè? Dan doe ik het voorzichtig. Maar dat doe ik altijd van de voorkant. Want ik wil zien wat er gebeurt. Dan mag je hem even openen. Moet je nog tekenen? Ja, ja. Ja, oké. Okay. En dan doen we hem eerst aan de voorkant diep erin steken. Even los, dan helemaal zo. Ja. Als je de hand even losjes erop houdt, dan als hij omhoog gaat, dan heb je hooguit de tanden die tegen de kin aankomen. Ja, ja. Kijk, want dan moet ik bijvoorbeeld echt aan die aan de rubber gaan trekken. Ja. Om het er overheen te halen. En als je de korst net dus loshoudt, als ik hier achter duw, hier, dan komt hij voor omhoog. Ja. En dan komen de strippen die komen erop. En die moeren die draaien we aan. En wat ik al aangaf eerder, is dat dat stripje of dat rubber, dat die nooit in de uitsparing komt. En dat klopt. Kijk hier, als ik hem nou aandraai, zie je, dan komt hij niet hier in de uitsparing. Een beetje naar beneden trekken. Dus door hier even voorzichtig aan te trekken, dan zit hij erin. Ja. En nou kan ik hem met de hand ook helemaal netjes aandraaien. En dat kan hier ook gewoon sowieso. Achter komt hij altijd gelijk goed te zitten. Ik heb hem even boven maken dan. Ja, dan niet man. Maar deze mag dus niet dicht zijn. Ja, nee, die komen nou een klein beetje dichter tegen elkaar. Maar echt helemaal tegenaan dat gebeurt? Nee, helemaal er tegenaan niet. En dan draai ik hem. Oké, draai ik hem weer vast. En hier doe ik precies hetzelfde. Hetzelfde. Dan moet je hem nog even vasthouden, hè? Want we moeten hem tegelijkertijd. Moeten we hem laten zakken. Slecht die jongen, waar? Ja, dan gaat naar beneden. En nu laten we hem langs hem los. Oké. Riek! Oh, wacht, dat is een handel tegen jou. Kom maar, jongen. Kom maar, jongen. Nou, ik kan hem uitdagen. Ja, trek maar, jongen. Ja, als je de klein hebt, eigenlijk de vagina, dat weet ik niet, hè. Oh, een hulp sporen ineens. Maar, ja, een klein beetje eraan trekken, nog een beetje meer. Dat is een ding en dan doe ik daarvan, ja. Oké, man, ik moet lucht geven aan jou. Dat begint vast te draaien, die man, want... Ah, de ramp er gewoon vast. Het hoofd een beetje naar voren. Kijk, nou staat hij op die pakkenring. Ik heb toch dat even zo vasthoudt. Draai ik hem aan. 1, 2. De valveiligheid zit ertussen. Maar die slang. En die slang maak ik vast. Hiervoor aan het kwikje. Geweldig. Die moet weer gaan. Hé, hou je gezicht. Waar zijn jij? Ik heb een schermaar, man, dat ding. Moet je nou? Rechtsachter zit je op de vastklep. En met het oké-teken kan je het water lopen. Okay. Ik loop even mee, maar niet verder dan tot mijn knieën. Niet tot 5 meter diep. Even langzaam draaien, ja, jongens. Pompen. Heel langzaam. Oh jee, je gaat een nat pak halen. Mm-hmm. En wat jullie dadelijk zullen zien is dat de pak helemaal vol loopt naar lucht. En laat de voeten. Kijk, nou zie je al dat het vrij vol staat, hè? Ja. Dus dan mogen jullie in het begin nog even langzaam draaien. En dadelijk hoor je op een gegeven moment een sissend geluid. Kijk, nou gaat de lucht uit de helm. Heel snap. Kijk, dat spuugkraantje heeft dicht gedaan. Dat is niet te leuk.
Het is nou een meter onder water aan. Ja. Bijna. Een meter onder het water op de dak. Ja, doet hij het? Ja. Doet hij het? Kan ik hem beter vertellen als man? Kijk, ik heb een handstand. Ik zie van de hoeren. Wat zeg je? Het schrik niet van de hoeren. Oh, dat was wel een beetje zwaar, hè, voor hem. Dat is heel leuk, ja. Dat is wel een beetje zwaar, hoor. Een beetje moeilijk, nu. Oh, wat zwaar, hoor. Ben je erover praten? Zou het in de zon? Ja, maar ik niet. Kijk, nou staat hij in het ondiepe en hier kan ik veilig de klas eraf draaien. Kom maar even in het in dat vakje. Ja, maar ik, kan je wel ver uit? Kan hij anders? Ja. Zo? Doei. Nee. Je leest het toch nooit, vader. Gaat alles goed zo? Ja. Een tiltje dik. Even iets langs samen draaien. Tiltje met dik. Je doet het kustkraantje maar naar beneden. Oh ja. Ja, heel goed. Perfect. En dan proberen ze af te blazen met je hoofd. Oké, okay, dan kan je weer doorlopen. Ja, hij doet goed. Gaat hij goed zo? Ja, prima. Oké. Okay. Dan maar een beetje slang terughalen. Hij had hem niet gesteund. Zo gebeurt dat, hè. Lang had hij zonder helm op ogen. Ja, ik heb helemaal een bron proeven. Ja, oké. Hier gaan we even de frontklas erachter. Zo. Maar dan hebben we... Ja, dat is de straks naar beneden eigenlijk. Ik heb het niet erin zitten. Ja. Nou, ik geef het net een pak op de dingen zitten en later ging op de druk zitten, ja. Door even iemand met hem praten. Hè. Vraag maar of het alles goed gaat. Wat naar voren. Gaat het kapot, Kies? Ja, dat gaat goed. Zie je daar, verstonden? Ja, ja. Het kraantje moet je nog dicht, ja. Ja, dat hoor ik. En het spuitkraantje dicht, zeg maar. Ja. En het spuitkraantje dicht. Omlaag, goed, ja. Zo. Ja, dat is goed. Ja, oké. Beetje rechts. Hij moet rechtsaf. Klein beetje naar rechts, ja. Klein beetje naar rechts. Na 100 meter links afslaan. Je kunt het ook niet uitleggen, hè. Dat is niet serieus, papa. Dat is niet serieus. Kom daar, die gaat aan de white halen. Ja, maar iemand moet hem eruit tellen, dan ben ik aan het. Ja, ze lieten dan vragen, ze moesten Latijns, moesten ze dan... Dan denk ik dat er meer is dan alleen dat hij van dat kende. Ja, ik wou het zeggen. Ik denk dat er meer achter zit dan alleen dat. Ja, jongen. Oké, zo naar beneden. Volgende zoveel mogelijk in het licht. Juist. Ja, ja, dat komt je aan, hè. Ja, nee. Ja, nee. Doet je al, spuugkraantje dicht? Het is net Marietje. Het is dicht. Nou zie je dat heel lang mee. Ja, heel lang. Hij is nieuw gezien, die is met die kieuw trui aan. Dat is niet eens. Dat is een pak hier dan. Dat is een Pierro. Dat is een Pierro. Hij heeft een spuugkraantje van je dicht. Ja? Ja,
He don't mean no harm to your planet. Dat voor jou? Ja. Ja. Nou, we smaken wel. Je moet nou schrijven of nee, hè? Dat houdt kut. Je zit erin? Ja. Ja, komt hij aan, hè? Wacht bij je. Zullen wij niet in de helm opvast mee? Hè? Je laat in de helm zitten. Dat lukt dan wel. Wat? Lopen. Lopen even terug. Wie kan niet Nee, het is alleen maar zwaar. Oké, de ontlastklep, heb je die gevonden? Ontlastingsklep, wel lastig. Oh, dat is verkeerd. Oké, ja, daar is hij. En de spuugkraantje? Links voor. Ja, zo staat hij dicht en zo staat hij open. Als water tot aan de borst staat, moet je hem even dicht doen. Even heel langzaam pompen. Ja, jongens. Ik zie Jamie dan mee, man. Laat het maar zien. Ja, lekker hoor. Hij mag zijn spuugkraantje dicht doen. Spuugkraantje dicht. Oh ja. En nou rechtsaf. Je hebt normaal. Dan voelen we de druk wel op. Oké. Dat is goed. Hier heb je spuugkraantje. Die moet je dadelijk naar beneden doen. En ik draai het grondglas ervoor en met het oké-teken kun je het water lopen. Hallo, draag het een beetje! Hey, het doet een beetje de koel aan. Zeg, daar heb ze dichtig materiaal niet voor. Ja, dat is moeilijk af te halen. Niet hard. Kom op, ik kan met een virus. Dit is gewoon leuk, hè? Ik ben Pierre. Nee. Dat moet ik hebben. Dat is een vacuüm. Dat is een vacuüm zo. Leuk, ga je er niet in, wel? Nee, genoeg. Ik kan er wel achter. Jij zit bij de politie? Daar kan hij. Waar is de dingetje, hè? Dat is mooi, hè? Oké. Dat geeft me even op die bruine kist.